Gadget, here comes Gadget, Gadget. ...996. Ik zal voor mezelf opkomen. 997. Ik zal voor mezelf opkomen. Nog 3 te gaan. Neuzaar, ik moet even met je praten. Het is Neuzaar, sir. Met alle respect, sir. Ik moet eerst even met u praten, want het is heel belangrijk voor mij om voor mijzelf op te komen. Want als ik dat niet doe, geeft Dr. Gnoets me weer 1000 strafregels om te schrijven. Ach, ik heb altijd respect gehad voor een man die erop staat te krijgen wat hij wil. Dus ga je gang, neushaar. Ik luister wel. Alsjeblieft, mag ik de volgende veldmissie doen in plaats van Gadget? Gadget krijgt alle opdrachten en ik wil ook wel eens voor deze ene keer. Oké, goed. Geen probleem. Jij krijgt de volgende veldmissie. Oh, dank u, sir. Hartelijk dank. In dat geval moet ik nu direct met Gadget praten. Gadget? Jawel, General, sir. Gadget, ik moet je mededelen dat ik besloten heb de volgende veldmissie aan kolonel Neushaar te geven. Dat betekent dat jij zijn taken voor een tijdje moet overnemen. Met genoegen, sir. Omdat ik voor een hele week naar het ziekenhuis ga, ga jij mijn plaats innemen als hoofd van WOM. Met onmiddellijke ingang. Maar, generaal, sir, Gadget zal toch nooit in staat zijn om... Gadget wordt toch zeker niet mijn superieur? Natuurlijk wel. Maar, sir... De discussie is gesloten, neushaar. Gadget, over 10 minuten op mijn kantoor voor instructie. Gadget... Waarom maak jij mijn leven toch altijd zo miserabel? En hoe kan jij zelfs maar 1 dag de verantwoordelijkheid krijgen over WOMP, terwijl je niet eens de baas bent over je eigen robotten? Ik moet u tegenspreken, kolonel. De Gadgetinis zijn perfect getrainde robotten. Mag ik een demonstratie geven? Soldaten, maak kolonel Neushaars kantoor schoon en vlekkeloos. Hey, laat hen alsjeblieft stoppen! Haha, ik wist dat. Die robotten zijn nutteloos. Kijk, haha, daar zit nog een vlekje. Kijk maar. Zoals altijd, kolonel. Rustig maar, ik ruim het wel op. Go, huh? Gadget, super stofzuiger. Niets ontsnapt aan mijn superstofzuiger. Zeker niet sinds ik hem heb opgewaardeerd met versie 5.5. En dan draait hij nog niet eens op vol vermogen. Kijk maar, kolonel. Nee, Gadget, geen vol vermogen. Een ander voordeel van de 5.5 versie is de afwerpbare en herbruikbare zak met raketgeleide nauwkeurigheid die het vuil rechtstreeks in de afvalpersmachine werkt. De kust is veilig. Kom heen. Voilà. Dat zit er weer op. Nu nog de persmachine even aanzetten. Zit wel goed, kolonel. Geen dank deze keer. Nog een fijne dag, sir. Gotcha. Klauw, u zult wel erg in uw nopjes zijn met de surveillancecamera's die ik heb aangebracht in het kantoor van General Sir. Niemand zal mij verdenken. Lance Larsen, advocaat en adviseur van het bestuur van Wereld Megapowers, het bedrijf dat WOMP financiert. Mooi. Nu moet je WOMP vernietigen. En Gadget, voor altijd. Ik ben van plan, beste Dr. Klauw, om het legaal te doen. Legaal? Ja, meneer. In dit geval is de legale weg de beste weg. Ik zal het directiebestuur overtuigen WOMP officieel te elimineren. Uitstekend. Natuurlijk is het feit dat Gadget verantwoordelijk is voor WOMP in plaats van kolonel Neushaar een tegenvaller. Maar toch gaan we Neushaar kidnappen en hersenspoelen. Dan dwingen we hem erop aan te sturen dat het WOMP directiebestuur zichzelf opheft. Hou Gadget weg bij die vergadering. Geloof me, Dr. Klauw, ik zorg wel voor Gadget.
Later. Oh, Gadget, ik ben er zo trots op dat je nu de baas bent van Womp. Ik heb een boek voor je meegebracht. Het heet Hoe ben ik een goede baas? Oh, dankjewel, Penny. Dat is heel attent van je. Wil je misschien een snoepje? Graag. Huh? Chef Quimby, wat doet u in die la? Gadget, sst, niks zeggen. Dit is topgeheim. Ik ben General Sir's topinformant. Dat hoort bij mijn nieuwe baan bij het Cryptisch Intelligentieagentschap. Maar wat doe jij hier eigenlijk? Ach, ik vervang General Sir terwijl hij in het ziekenhuis ligt. In dat geval is mijn topgeheime boodschap voor jou, Gadget. Hey! Het enige goede aan dat hij nu daar zit, is dat hij niet hier kan komen om mijn kantoor te ruïneren. Wat is er, Gadget? Kan je niet zien dat ik mijn stenenverzameling aan het poetsen ben? Wat? Luider, ik kan je niet horen. Ik zei, ik heb een missie voor u! Nou! Oké, daar komt hij. Volgens betrouwbare bronnen gaat dokter Klo vanmiddag in zijn eentje lunchen in de privéachterkamer van Mamma Mia's restaurant. Incognito en met zijn bodyguards. Uw missie, arresteer hem. Wacht, hier staat nog iets te lezen. Deze brief vernietigt zichzelf. Oh! Oh! Precies zoals vroeger. Jongens, hou om Gadget in de gaten. Ik ga kolonel Neushaar volgen om te controleren of alles oké is in het restaurant. Stel je staf in de gelegenheid een paar keer per dag een adempauze te nemen, zoals bijvoorbeeld een koffiepauze. Go, go, Gadget, rolschaatsen! Wow! Ha! Nee! En waar is het tijd voor? Het is koffiepauzetijd. Koffie, Miss Buffett? Miffits, meneer, maar nee, dank u. Nou, ik lust wel een bakkie leut. Het is me een waar genoegen. Go, go, Gadget espresso machine. En dankzij de 5.5 upgrade werkt die veel beter en sneller dan ooit. Tadaa! En dan nu nog een wolkje melk en een lepeltje suiker. Indrukwekkend, nietwaar? Eens kijken waar ik mijn werknemers nog meer mee kan verblijden. Let op hun kleding. Zien ze er leuk uit? Bedenk dan hoezeer een complimentje wordt gewaardeerd. Okidoki, wat hebt u vandaag een leuk pakje aan, Miss Pivot? Al heeft het dan een vlekje of twee, zie ik. U werkt veel te hard en u hebt geen tijd om het te wassen, hè? Geen probleem. Omdat u zo'n toegewijde werknemster bent, zorg ik daar wel even voor. Go, go, Gadget, wasmachine. U bent vast blij dat alle vlekken eruit zijn, nietwaar, Miss Sufflet? Kijk zelf maar even. Go, go, Gadget, spiegel. Hey. Nu weet ik wat WOMP-mensen echt nodig hebben. Nieuwe uniformen. Soldaten, volg mij naar mijn kantoor. We gaan aan het werk. Buongiorno, Col. Ik bedoel, hallo, signor. Goedenavond. Ik neem de befaamde spaghetti à la Mamma Mia. Mamma Mia, is dat alles? Ik bedoel maar één bord voor zo'n sterk lijkende man. Echt waar? Meen je dat? Oh, nou. Huh? Oeps. Vergeten mijn handen te wassen. Dokter Klo! Je staat onder arrest! Aha! Als jij denkt dat ik zo snel in de val loop, heb je het mis. Deze bom-verstuiverspray zal daarvoor zorgen. Ik moet alleen die belachelijke dop eraf halen. Daar ben ik weer, kolonel Neushaar.
Ben je je geweertje misschien kwijt? Is niet erg hoor. Hij is in goede handen. Wauwzers, die nieuwe uniformen zijn fantastisch. Nu nog iemand om ze uit te proberen. Ah! Het is uw geluksdag, Miss Muppet. U wordt het showmodel voor onze nieuwe uniformen. Muppet, meneer. Maar nee, dank u. Echt waar. Nee, hoor. Wauw, u vindt het echt geweldig, niet? Het is zo fijn om met zo'n enthousiast model samen te werken. Laat me eens kijken. Wat dacht u van Egyptisch design? Ik ben dol op mummies. Quimby? Chef, kolonel Neushaar is in een val gelopen en gekidnapt door Dr. Claw. Wat? Gekidnapt door Dr. Claw? Wie is dit? Een vriend. Elliot, met Quimby. Ik moet wat informatie natrekken. Hallo, met Makumbo, Boms Afrikaanse bestuurslid. Wil je zo goed zijn mijn goede vriend generaal Sir te laten weten dat ik verhinderd ben voor de ingelaste WOMP-bestuursvergadering van vandaag? Wauwzers, een ingelaste WOMP-bestuursvergadering. Mooi, waar en wanneer? Om 5 uur in het Larsen & Partners kantoor. Hé, hey, wie is dit? Tijdelijk General Gadget. Sir, jammer dat u niet kunt komen. Met mij als voorzitter wordt de vergadering echt geweldig. Bedankt voor de info. Een ingelaste bestuursvergadering bij Larsen & Partners? Dat ga ik natrekken. Hé, hey, het bestuur heeft vast gehoord over onze nieuwe uniformen. En nu willen ze die direct zien. Vrienden, we zitten op het snelspoor naar een vernieuwde start. Wauw! Wauwzers! Inspector, een geheime boodschap van chef Quimby. Kolonel Neushaar is opgepakt en vastgezet door Mad. Hij moet onmiddellijk worden bevrijd. Deze boodschap is zelfvernietigend. Geen probleem, chef. Ah, chef, komt u ook helpen kolonel Neushaar te redden? We moeten zeker weten dat Neushaar helemaal gehersenspoeld is voor hij naar de bestuurskamer gaat. Als ik met hem klaar ben, zal Neushaar nog maar één meester herkennen. Dr. Claw. Ja, agent 12555? Gadget, verlaat het WOMP-gebouw. Wat zal ik doen? Dat is niet goed. Is hij op de hoogte van onze bestuursvergadering? Ruim hem uit de weg. En vlug. Doel in zicht. Recht. Ik zal ze eens verrassen met een enkeltje ver weg die staan. Wauwzers, volgens mij hebben we een klap. Zoals u in mijn verslag kunt lezen, zijn de resultaten duidelijk, waarde bestuursleden. WOMP is een grote geldverspilling. Als bestuursadvocaat en adviseur adviseer ik WOMP onmiddellijk te ontbinden. Mag ik deze even aannemen? Met Larsen. Ja, ik luister. Bos, agent 12555 meldt zich. Het spijt me dat ik moet melden dat Gadget een vreselijk ongeluk heeft gehad. Dat is heel goed nieuws. Dank je. Mijn verontschuldigingen. Het mag duidelijk zijn dat WOMP nutteloos is. We hebben een nutteloze organisatie in stand gehouden. Dames en heren, het is nu tijd voor actie. Zo, dat noem ik nog eens een slecht wegdek. Maar goed dat ze het repareren.
En omdat General Sir zijn gebrek aan interesse demonstreert door vandaag niet op te komen dagen, heb ik een satellietverbinding geregeld met zijn plaatsvervanger, de uitmuntende kolonel Neushaar. Ik denk dat zijn inzicht in hoe WOM zijn zaken runt verhelderend zal werken. Over een paar seconden hebben we verbinding. Larsen en partners, hebben ze. Er zit wel veel storing op de verbinding. Kolonel Neushaar, ik neem nu de controle over de gadgetmobiel. Volgende bestemming, WOM's bestuursvergadering. Kolonel Neushaar, wij hadden wat problemen met de transmissie, maar de bestuursleden hier willen weten hoe u denkt over WOMP. Vertel het nu. WOMP is een grote geldverspilling. We brengen onze tijd grotendeels door met golfen en borrelen. De kosten zijn hoog, zeker op dagen dat er niets te doen is. Gadget is verspilling, generaal Sir is verspilling, ik ben verspilling. Dank u voor uw oprechtheid, kolonel. Dus ik mag aannemen dat u de beperkte middelen van de wereld megapowers niet meer aan WOMP wilt spenderen? Ik zeg je, laten we WOMP opheffen. Larsson heeft gelijk. Dank je, Larsson, voor het helpen bij deze beslissing. Ach, jullie weten donders goed hoeveel ik om jullie geef. Iedereen die voor opheffing van WOMP is, steekt zijn hand op. Sorry dat ik laat ben, maar ik moest een omweg maken. Wegwerkzaamheden, u kent dat wel. Wat ben jij? Dit is een besloten vergadering. Maak dat je wegkomt. Sorry voor de onderbreking. Ik ben chef Quimby van het Cryptisch Intelligentieagentschap. Deze man hier is Inspector Gadget, het interim hoofd van WOMP. Ha, kolonel. Ik was er naar u op zoek. Oh, u ziet er niet best uit. Laat maar raden, is Mamma Mia's eten niet zo goed bevallen? Dames en heren, de kolonel spreekt niet uit eigen vrije wil. Hij is gekidnapt en gehypnotiseerd door Matt. Nonsens. Natuurlijk spreekt kolonel Neushaar uit eigen vrije wil. Hij popelt om te vertellen waarom jullie voor moeten stemmen WOMP op te heffen. WOMP opheffen? Dus daar gaat het om. Als ik de satellietstraal traceer, kan ik lokaliseren waar kolonel Neushaar gevangen zit. Al geslaagd in uw missie, dokter Klo te arresteren, kolonel? Dokter Klo is mijn meester. Dokter Klo is mijn meester. Dokter Klo is mijn meester. Geloven jullie nu eindelijk dat kolonel Neushaar onder invloed staat van Matt? Dat is het meest belachelijke dat ik ooit heb gehoord. Dat is toch echt absurd? Ik denk dat je ons een verklaring schuldig bent. Geen beweging of ik ga schieten. Aha, ja. Gegroet, dames en heren van het bestuur. Vol trots presenteer ik WOMP's gloednieuwe uniform, ontworpen door inspector Gadget en zijn Gadgetinis. Tada! Hey, ik zei dat jullie moesten stemmen. Ik heb geen tijd voor deze nonsens. Ah, ik snap het. U wilt uw nieuwe uniform nu al hebben. Geen probleem. Hey! Kijk maar eens. Go, go, Gadget, spiegel. Ik weet het. Een echte knaller. Nou, dank u. Ik ben blij dat u het mooi vindt. Nee. Waarom moet Gadget toch altijd winnen? Ik haat Gadget. Gadget, ik heb gehoord wat je allemaal gedaan hebt. De uniformen, de spullen in mijn kantoor, het driedubbele budget van het bestuur, het nieuwe decor en hoe je Matt slechte plan hebt verijdeld en Neushaar hebt gered. Je bent echt ongelooflijk. Oh, dank u wel. Ik zal kolonel Neushaar vertellen hoe blij u bent. Ik sta op het punt om een bezoekje te brengen. Ik doe hem de groeten van u, sir. General, tot ziens. Je mag van geluk spreken dat ik deze mooie nieuwe supergeestreinigermachine kon lenen van mijn collega. Zo, wil je eerst nog wat tegen me zeggen? Dokter Klaw is mijn meester. Fout antwoord. Dokter Klaw is niet jouw meester. Dokter Klaw is mijn meester. Ja, ik hou van Dokter Klaw. Alweer fout geantwoord.
Vervang dokter Kloos naam door iemand anders naam of ik reinig je nog eens neusie. Oké, kom op, zeg mij dan maar na. Ik hou van... Hey! Nee! Gadget! Gadget? Oké, waarom niet? Zeg mij maar weer na. Ik hou van Gadget. Gadget is mijn meester. Kom dan, herhaal. Gadget is mijn meester. Nee. Ik wil niet... Jij hebt die naam uitgekozen, niet ik. Zeg het of ik word echt heel erg boos. Nee! Jou! Gadget is mijn meester.